De strijd om de Supercup. Het is de strijd tussen de landskampioen, Feyenoord Futsal, dat thuis speelt in het eigen topsportcentrum, en Dr. Anders Vijfje uit Groningen, dat de beker won. Deze ploegen deden vorig seizoen weinig voor elkaar onder en vandaag is dat ook zo, al begint Feyenoord sterker. Hier is het Oliveira, met een mooie beweging, El Biar. En die kan schieten en dit had al bijna na een minuut of twee de 1-0 voor Feyenoord kunnen zijn. Wederom dan Feyenoord. De Roest met de lange bal, wederom op Oliveira. Enorme kans voor haar. Maar keeper Scholt is er op haar plek. Maar baalt Oliveira, want die weet dat zij hier eigenlijk haar team op voorsprong had moeten zetten. In het begin van de wedstrijd. Doet dan als Vijfje dan met de lange bal, maar die is niet goed. En Feyenoord kan overnemen. Telkens zoekt de ploeg de ruimte achter de verdediging van Dr. Anders Vijfje. En hier is het Dijkstra, die ook de 1-0 binnen had kunnen volleren. Maar wederom geen score dus voor Feyenoord. De Roest op Verheijen. Dijkstra in één keer en dit keer is ze wat dichterbij, maar net naast. En zo blijft het 0-0. Vijfje dan in de aanval, Notenboom. Het is een beetje gepruts, maar ze krijgt die bal wel bij de Groen, die uithaalt. Maar gelukkig voor Feyenoord naast. Menes Borges op El Biar. El Biar krijgt de bal terug. In één keer op Menes Borges. De 1-2. Paasje op Oliveira. Grote kans hier. En wederom Scholtes die in de weg staat. Een hele mooie aanval van Feyenoord hier. Maar Scholtes blijkt onpasseerbaar. Vijfje dan. Opeens met een aardige kans. Veldtrop probeert het. Maar keeper Bianca Troost, betrouwbaar als altijd voor Feyenoord, staat op haar plek. Tweede helft dan. Als Vijfje eigenlijk beter voor de dag komt. Hier geklungel van Feyenoord en de uithaal van Notenboom op de lat. Feyenoord is het overwicht kwijt en komt hier heel goed weg. Notenboom die uithaalt en dus de lat raakt. Wederom Vijfje. Verspeelt de bal aan El Biar. Maar Oliveira raakt de bal ook weer kwijt. Bruren paast op Lutmer. Die geeft de bal terug aan Bruren en Oliveira met een uiterste krachtinspanning. En zo blijft het 0-0. En coach Sharon van Zadelhof van Feyenoord ziet dat haar team het lastig heeft tegen Vijfje. Maar gescoord wordt er niet in de reguliere speeltijd. En dus is er een verlenging nodig, waarin beide teams ook al niks voor elkaar onderdoen. In de absolute slotfase van de tweede helft van de verlenging krijgt Oliveira hier de bal. Heel handig is ze Veldtrop kwijt, een puntertje en het is genoeg voor de 1-0. Feyenoord op 1-0 voorsprong in de tweede helft van de verlenging. En er is nauwelijks meer speeltijd. Kortom, Feyenoord komt niet meer in de problemen. En dankzij deze Oliveira, die haar coach omhelst, winnen de vrouwen van Feyenoord Futsal de Supercup. En de vreugde is groot.